Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Heems TV. Vandaag gaan we jullie iets vertellen, laten zien over de verschillende soorten bodembedekking die er bestaan. Wat meest bij een vissenkom wordt vaak wat grovere steentjes gebruikt en ook wel eens in een aquarium. Maar dat heeft toch eens zijn nadelen. Ik zal u zo laten zien in een van onze aquariums wat dat doet als je wat grovere steentjes in je aquarium hebt zitten. Die grovere steentjes die gaan zich opstapelen, komen ruimtes tussen en daar valt heel veel vuil in. Ja, dat is best wel nadelig voor de waterwaardes. Het heeft invloed op de algvorming, de vervuiling. Het water blijft een beetje troebel daardoor. Dus daarom zijn wij daar zelf niet altijd een voorstander van. Mocht je daar een aquarium hebben en je wil wat grind op de bodem hebben, kiezen vaak mensen voor een grindbodem à la dit. Je ziet het ook wel, het is wat gesteente. Dat stapelt op en dat blijft wel goed ademen. En dat het voordeel daarvan is dat de wortels altijd goed zuurstof krijgen. Dus je kan kiezen voor een aquarium met grind erin, zonder voedingsbodem. En dat kan je dan oplossen door wel voeding te geven aan je planten door verschillende soorten kegeltjes, kleibolletjes. Deze is van HS. Die duw je dan bij een plantje in de bodem erbij. En dat is dan voorzien van een half jaar voeding. Dus elk half jaar nieuwe tabletjes bij de plantjes duwen. Dat je altijd zorgt dat de planten een basisvoeding hebben. Dan heb je dus bij dennen twee varianten. Je hebt de basic root. De basic root is gewoon voor een basis aquarium. Met leuke cryptootjes, echinodoren, wat makkelijkere plantjes zoals een Hygrophila polysperma, een Belgisch groen. Kan je prima met deze balletjes aan de gang. Daarnaast heeft Denneren nog een pro root. Dus die is even wat rijker in zijn mineralen en in zijn voedingsstoffen voor de wat exclusievere planten. Dus als je een wat grindbodem hebt of een zandbodem, kun je dat er prima inbouwen. Nogmaals, wij kiezen vaak meer voor een grindbodem, omdat de kiezeltjes zijn fijn, die stapelen wel op. Verdwijnt geen vuil in, maar de bodem blijft goed ademen, waardoor je mooie witte wortels krijgt. In een zandbodem kan het nog wel eens voorkomen dat de wortels kunnen gaan verstikken, omdat zand afsluit. Laat wel zo zijn dat het wel vaak gewoon goed gaat, maar we wijzen onze klanten altijd wel op. Mocht je nou zeggen, ja, weet je, ik vind die rootsticks of die kleibolletjes vind ik leuk. Maar als je dan op lange termijn gaat kijken, ben je er financieel wat duurder in uit. Wat er dus ook is een voedingsbodem. Voorbeeld van JBL, de Aqua Basis Plus. Het is een hele fijne soort zand, er zitten wat grovere stukjes in. Dit soort bodems, voedingsbodems, leg je in het aquarium als eerste als je hem gaat opstarten. En wat wij altijd adviseren is om de voedingsbodem een centimeter vrij te houden vanaf de zijkanten, zodat daar het grind erin kan landen. Want dit is een beetje zandkleur en mocht je nou een beige of een hele lichte kleur hebben, en kan je dus aan de zijkanten van je bak onderaan kan je dus de kleursverschillen zien. Dus daarom altijd een centimeter vrij houden van de zijkanten en laat daar het grind in vallen. Op een voedingsbodem van dennelen, en dan kan je het hier wat beter zien, is het echt een soort aarde. Zo ruikt het ook een beetje. Maar de voedingsbodem van dennelen, de deponietlijn, die heb je in een zandkleur en in een zwarte kleur. Dus deze zijn speciaal voor een wat donkere bodem, om de kleursverschillen niet te zien. Mocht je het per ongeluk niet helemaal op de manier erin doen dat je dus die centimeter vrij hebt aan de zijkanten. Het mooie van die deponietlijn van Denner is dat die circa 7 tot 8 jaar meegaat. Dus het is een investering van een x-bedrag. Maar ga er dan vanuit dat je 7, 8 jaar dus niet druk hoeft te maken over de basisvoeding voor de wortels in de bodem, op de bodem van je aquarium. Dus de voedingsbodem doe je erin, je houdt hem een centimeter vrij. En wat dan het advies is, is om de FB1 substraat start erin te doen. Dat zijn goede bacteriën die dan ook gelijk gaan hechten in je bodem. Dus waardoor je waterkwaliteit nog meer stabiel wordt. Voedingsbodem gaat erin. Dit strooi je dus, verdeel je dus over de bodem heen. En daar gaat dan je grind op. En dan kan je hem vullen. Zoals je al in eerdere vlogs van ons hebt gezien. Laat het water in een pannetje of in een bakje rustig landen. Dat het rustig overcijbelt. Dat het aquarium dus heel gedoseerd vult. Want als we het water er zo in kieperen, kan de voedingsbodem gaan mixen met het grind, komt in het water, wordt het een 10-jarenplant voordat de waterkwaliteit op orde is en het des te langer het duurt voordat je vis erin kan. Daarnaast hebben we soilbodems. Dat is een voedingsbodem en grind in één. Het is een
bodem die heel compleet is en zorgt voor een goede zuurgraad. Maar waar je heel moet opletten als je een bak opstart en je doet soil erin. Minimaal 2 weken elke dag een kwart tot een derde water verversen. Omdat de zuurgraad die crasht. Ben je beginneling met een aquarium, adviseren wij altijd. Begin eerst gewoon met een voedingsbodem en daar je grind op. Mocht je het allemaal een beetje doorhebben en je wordt er echt heel enthousiast en fanatiek in, dan kan je altijd overstappen voor een soilbodem. Maar een soilbodem is een soort, soort poeierachtig bodem. Waar wel goed mee op moet letten is dat het is best wel bewegelijk. Dus het is niet zo'n grind heel erg zwaar. Dus corridoras visjes of mini haaitjes, vissen die best wel actief op de bodem zijn, die kunnen dat opwoelen. Dus kies je dus voor een soilbodem. Wel bodembewoners à la garnaaltjes, maar dus geen drukke visjes die in die bodem vroeten, want alles komt omhoog. Bij de soil is een bodem die, zeg maar, die heel langzaam op wordt gegeten door de voeding, door de wortels. Waardoor je er zijn de tijd vaak per jaar, anderhalf jaar, een beetje bij kan vullen. Dat kan je gewoon heel makkelijk doen door de planten die op dat stukje staan waar het gezakt is, haal je het eruit. Je pakt een bakje met soil. Die vul je heel rustig aan met water, waardoor je het in het bakje blijft zitten. Dan kun je onder het water kun je het heel rustig erbij strooien, dus je hoeft niet de hele bak overhoop te halen. Soil is best wel kostbaar in aanschaf, maar wat je heel vaak ziet ook bij onze bakjes, en we zullen zo meteen ook een paar shots laten zien, dat we bijvoorbeeld in hoogtes werken. Dan kan je zo'n stuk met soil vullen, maar dat loopt best wel in de papieren. Dus daarom is er bijvoorbeeld van JBL of van Aqua Decor, hebben ze gemalen lavasteen. De ene is wat grover, de ene is wat fijner. Die geeft best wel veel mineralen af. Dus dat is goed voor de wortels van de plant en ook voor de kwaliteit van het water en de vissen. Dus dan kan je bijvoorbeeld in de hoeken bijvoorbeeld zeggen, ik wil het ophogen. Doe je eerst wat substraat erin. En als je het mooi hebt afgewerkt en je kan het goed opvangen met stenen of een stuk hout, hoe je dat ook maar wil doen, kan je daarop een goede laag van rond de 4-5 centimeter soil op toevoegen. En dan blijft het ook langer op niveau en dan hoef je elke keer kleine beetjes bij te vullen in plaats van hele pakken of liters erin toe te voegen. Verder heb je bij JBL en bij Dendler heb je ook een speciale shrimp soil. Het enige verschil is dat daar wat meer mineralen in zitten voor de groei van garnalen. Dus zoals al zei, shrimp soil is speciaal voor bakjes waar je garnalen in doet. Maar die is wat rijker in mineralen voor de stimulans van de groei van de garnaaltjes. Verder maakt het in principe niet zo heel veel uit. Daarnaast zie je ook vaak wel eens een aquarium met een pad ertussen met een wit strandje of zo. Dat kan je dus altijd overal opdoen. Op je grind, op je soil. Of je hebt dus verschillende soorten gravels. Heel fijn, grof, rond, plat. Heb je bij Denner een hele lijn, je hebt bij Dupla een lijn. En dan kan je dus de afwerking maken. En daar zullen we ook zometeen naderhand, aan het eind van dit filmpje, zullen we wat verschillende shots van verschillende aquariums die wij hier hebben draaien. Dat we het hebben afgewerkt, dat bijvoorbeeld de soil achter een verhoging van steen is, achter de steen is geplaatst, waar planten in zitten. En daarvoor hebben we gewoon een soort strand gemaakt met verschillende soorten bodems. Mensen zeggen altijd wel eens, ja, zijn de grindsoorten niet meer scherp? Nou, door de jaren heen is dat allemaal een beetje doorontwikkeld. We hebben verschillende merken grind, Denderen, JBL, Dupla. En huismerkbalen, al dat grind is allemaal afgewerkt. Het is niet scherp voor je corridoras, die lopen te snuffelen in de bodem naar voedsel. Ze verliezen niet hun snorharen. Dus daar hoeft u bij ons qua assortiment zich nooit druk om te maken. Leuke tip voor u is, als u een keer ons bezoekt, dat u dus al onze bodembedekkings die wij verkopen, hebben we allemaal onder water gepresenteerd. Niet alleen in onze show-aquariums, maar ook in de aquariums van waar onze vissen, onze verkoopsvissen in zitten. Qua soil zijn er verschillende soorten verschillende merken. Het onderloopt elkaar niet zo heel veel. In de basis is alles gewoon perfect. Laat wel zijn dat we de masterline of master soil in ons assortiment hebben. En die heb je wel in verschillende gradaties. We hebben hem in de normale korrel, zoals je gewend bent bij de meeste merken, bij een Oase, JBL of Dendler.
Hun hebben ook een powder. Dus vaak begin je dan met een wat grovere korrel, met de normale. En daarbovenop doe je de powder. Wat goed is voor Eleogaris Minima of Hemianthus Cuba of een Monte Carlo. De wat fijnere bodembedekkers zullen daar wat fijner in of wat beter in groeien. Nou, ik hoop dat jullie wat aan onze tips hebben gehad en graag zie ik jullie een volgende keer weer.